Dan moet deze maand echt wat gaan gebeuren. Laten we eerlijk zijn, op 1,5 meter is onze economie niet te draaien. Nee. Dat gaat weer terug naar het oude normaal. Heb je het zo druk? Ja, ik heb het eigenlijk wel druk, ja. Huh? Ja, ik heb het drukker dan ooit, ja. Vertel, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, eigenlijk alles om te zorgen dat we ook na, zeg maar, post-COVID-19 nog steeds zo'n gezellig en gezond bedrijf zijn. Ja. Dus dat houdt in banken, aandeelhouder, overheid. Dat in de mix is een vrij intensief proces. Ja, want vertel eens even voor de mensen die straks het interview kijken, even een korte introductie van de pre-COVID-tijd. Wie ben je en wat deed je, zeg maar? Ja, ik ben Erik Jan, algemeen directeur van Postion Hotels. Bedrijf, Nederlands bedrijf, 7 hotels. Bestaan sinds 19 januari 2010. We hebben net begin januari ons 10-jarig jubileum gevierd. Ja. Met een groot feest. Wij hebben niet voor de makkelijke weg gekozen in die 10 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in de zakelijke reiziger. Dus wij zakelijk ontmoeten vinden we belangrijk. Dus wij doen veel in vergaderen, congresseren. En dat is een route van de lange adem. Ja. Ik heb geloof ik bij jou ook wel eens verteld, Ronnie, dat, dat wij in 2015 echt wel door een dieptepunt gingen. Daar eindelijk doorheen waren. Ja. We worden nu een tijdje terug in de tijd geschopt eigenlijk. Dat is wat er nu aan de hand is. Want hoe heb jij dat ervaren, die paar dagen waarin eigenlijk, ja, tenminste in mijn geval was het echt letterlijk een aantal dagen eigenlijk waar mijn agenda werd schoongeveegd. Hoe is dat bij jou verlopen, zeg maar, dat begin? Ja, dat loopt bij mij een beetje diffuus, want wij hebben eigenlijk vanaf 13 februari, hebben wij toch wel signalen gekregen, met name op die zakelijke reizigersmarkt, dat het moeilijker werd. We zagen dat heel langzaam gaan. Dus eerst zagen we dat het aantal bezoekers van bijvoorbeeld een grote beurs in Rotterdam minder werd, omdat die een groot deel uit Azië zouden overkrijgen. Het werd steeds moeilijker. Toen kwam er wat spanning. Vanaf 13 februari. Toen kwam wat spanning in de markt. Maar Nederland en onze premier bleven gelukkig bij het standpunt. Jongens, er is bij ons nog niks aan de hand. Het is bij ons nog veilig. Mm-hmm. Dus kreeg je een hele ingewikkelde situatie tussen klant en bedrijf. Van ja, klant en postillon. Van ja, hoor eens, wij willen eigenlijk annuleren. En aan de andere kant had je het RIVM en de overheid. Die zeiden, er is niks aan de hand. Ja. Toen kwam die hatelijke zondag 15 maart. De persconferentie van Bruno Bruins om 5:30. Ik denk dat ik die van mijn leven niet meer ga vergeten. Want daar zei Bruno Bruins om 5:30 en om 6:00 moet de horeca dicht zijn. Ja, dus er was geen tijd om je voor te bereiden op wat hier kwam. Van de een op de andere moment waren we dicht. Wij hebben vrijwel direct besloten. We hadden dit wel al een beetje zien aankomen. Dus in de week voor 15 maart hebben wij eigenlijk al met elkaar overlegd wat doen we als de horeca dicht moet. Dat is natuurlijk een verwarrende uitspraak. Hè? Ook als de minister blijft herhalen, de horeca is dicht. Terwijl hotels eigenlijk open mogen zijn. Ja. Maar voor ons heeft het openhouden van een hotel natuurlijk weinig zin als je eigenlijk geen actieve F&B mag aanbieden. Nee. En we zien ook overigens dat de vraag naar hotelkamers in Nederland met meer dan 90% is afgenomen. Dus wat gaan wij nou nog doen langs snelweg? Ja. Dus wij zijn op 15 maart s'avonds, waar we een van de eerste die om 9:30 al een statement op de website hadden staan dat wij zouden sluiten, ook voor veiligheid van gasten van onze medewerkers overigens. Mm-hmm. Ja, toen was die week daarna nog eigenlijk best druk, hè, want je sluit niet zomaar hotels. Het is ook best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Na die week droogt het op. Dus ik heb nu vooral ik heb 2 dingen te doen. Ik ga 1 keer per week krijg ik alle vestigingen langs. Want als je dicht bent, we hebben toch op elke plek nog 1 of 2 mensen zitten die zorgen dat je pand niet gekraakt kan worden of whatever. Mm-hmm. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant komt er toch nog steeds wel e-mail binnen en verzin het maar. Dus ik krijg 1 keer per week een rondje langs de velden om een beetje de mensen een hart onder de riem te steken die er zijn. Mm-hmm. En de andere dagen spendeer ik, zoals nu, via Zoom of Microsoft Teams of what have you. Hoofdzakelijk met aandeelhouder en banken in gesprek te zijn en te blijven over financieringsvorm. En hoe nijpend is het? Ja, je bent dicht vanaf 15 maart. En dan kan je een gezond bedrijf zijn zoveel je wilt.
Maar je hebt vaste lasten die doorlopen en er komt geen omzet binnen. En dan is het opeens een nadeel dat je een keten bent. Dan draag je ook de vaste lasten van een keten. Dan moet deze maand echt wat gaan gebeuren. En wat kan er dan gebeuren? Ja, waar wij heel erg op wachten is die Go-financiering. Hè. De Rijksoverheid heeft ook vorige week vrijdag weer laten weten dat ze toch deze week echt gaan publiceren. En daarmee wordt het wel wat makkelijker om een noodkrediet aan te vragen bij de bank. Dus wij zijn echt op allerlei manieren aan het zorgen dat de invloed die we kunnen uitoefenen, die is natuurlijk maar marginaal, dat de overheid die Go-financiering gaat publiceren. En is dat dan, ik ben een heel behoudend ondernemer, zeg maar. Dan heb ik altijd zoiets van, ja, je kan wel gaan lopen lenen en gaan lopen doen en de gaten gaan lopen dichten. Maar daarmee bouw je natuurlijk een enorme shit schuld op, die je dan later ook weer moet terugverdienen, zeg maar. Ja, nou, daar zijn twee dingen. Hè. Als we het niet doen, dan is dat het einde van ons bedrijf. Ik bedoel, zo simpel is het ook. Ja. We waren voor deze crisis een gezond bedrijf. Dat betekent dat er echt ruimte is om zo'n extra noodkrediet terug te betalen. De looptijd is ook vrij kort, 6 jaar. Dus dat is overzichtelijk. Maar ja, ideaal is het niet. Nee, ik had dat geld liever gestoken in nieuwe locaties of renovering van Arnhem of what have you. Ja, dat is wel wat het is. Zou je in zo'n geval van jullie, hè, wat zou je dan nodig hebben per maand? Ik bedoel, ga er eens even vanuit. Ik weet niet wat voor scenario's jij werkt, maar ik pak er even eentje tot het einde van dit jaar bij dicht. Wat heb je dan per maand nodig om een beetje in leven te blijven, niet te veel mensen te hoeven afscheid van hoeven te nemen en dat je 1,3 miljoen. In zijn totaal of per maand? Per maand. Per maand. En wat is jouw scenario? Waar reken jij op? Of werk jij misschien? Ja, we werken nu eigenlijk met twee scenario's. Het scenario open rond 1 juni. En voorzichtig aan weer op gang komen van vliegverkeer en in ieder geval aanvragen. Ja. En we werken met een scenario pas op 1 juli open. Publieksevenementen pas op 1 oktober weer toegestaan. En daarmee de hele internationale agenda wordt eigenlijk over 2020 heen getild en komt ons weer op gang na de zomer van 2021. Ja. Wij raken elkaar in zoverre een klein beetje, omdat ik zit in de business events. Sterker nog, hè, ik heb een aantal events in de gedaan. Wat verwacht jij daarvan? Ja, de aarzeling zit erin dat je moet onderscheid maken tussen verwachting en hoop. Hè? Dat is wel een serieus nuanceverschil. Mijn verwachting is dat wij, zodra de horeca gewoon open mag, best wel snel evenementen onder de 100 personen met inachtneming van die 1,5 meter afspraken, best wel snel weer op gang zijn. Ja. Dus voor takken zoals jij, dan zijn er best wel weer opdrachten. Ja. Of dat tegen de tarieven is die voor COVID golden, dat weet ik echt niet. Omdat je toch gaat zien dat een locatie krijgt natuurlijk hetzelfde probleem. Als je in een zaal met 100 mensen op 1,5 meter afstand met looppaden en paden en verzint allemaal maar. Ja, dan kan ik 2 groepjes van 100 aan en dan ben ik vol. Terwijl jij ook in Bunnik weet wat daar normaal gesproken zou kunnen plaatsvinden. Ja. En ik hoop, want dat is meer hoop dan verwachting, omdat ik het gewoon niet weet, dat die 1,5 meter economie toch ook uiterlijk ergens in oktober er wel uit gaat lopen. Want laten we eerlijk zijn, op 1,5 meter is onze economie niet te draaien. Maar ik heb geen enkel fysiek bewijs voor deze uitspraak. Dat ik tot nu toe, of het nou 1 juni of 1 juli is, daar liggen gesprekken onder, daar liggen informatie onder van het RIVM of informatie onder van het MBTC. Daar liggen stukken op websites onder waarvan ik beide scenario's kan ik argumenten voor en tegen noemen waarom dat waar zou zijn. Maar wanneer die 1,5 meter economie opgegeven wordt, daarover wordt echt niks gezegd door de overheid. Nog niet misschien iets over uitgesproken. Dus daar kwam dus ook de allereerste aarzeling van mijn antwoord vandaan. Daar is het meer hoop dan verwachting. Jij bent een bevlogen manager ook, hè? Tenminste, zo heb ik je in het eerste interview ook heel erg. Een hospitality stroomt door uw aderen. Nou, ja. Dat lijkt me echt het meest frustrerende. Maar hoe manage jij op dit moment het bedrijf?
Ja, voor mij zijn er twee uitgangspunten. Eén is, wij hebben de eerste tijd elke dag op onze medewerker-app iets gezet. En elke vrijdagmiddag om 3 uur ga ik via ons eigen YouTube-kanaal live in gesprek met alle medewerkers. Die update elke dag. Ja, op een gegeven moment is er niet heel veel nieuws meer te vertellen. Dus daar heb ik op een vrijdagmiddag in de YouTube live gewoon gevraagd, wat willen jullie? Toen bleek alleen maar informatie als er nieuwe informatie is. Anders dan laat die update op de app zitten. Ja. Dus dat doen we ook. Dus na elke persconferentie neem ik een boodschap op. Echt fysiek met een filmpje vanaf mijn telefoon. En die stuur ik dan via de medewerker naar iedereen toe. En elke vrijdagmiddag. We komen op elke locatie. Natuurlijk ik elke woensdag, maar mijn collega's in de directie de dagen eromheen. Dus we proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn. Dat is één. En twee, transparant in alles wat er speelt. En dat betekent dat ik ook, als je ervan uitgaat dat publieksevenementen tot 1 oktober verboden worden, dan ontkomen wij niet aan dat we ook zullen moeten gaan ingrijpen in de organisatie. Ja. Dat is echt heel verdrietig, want vanaf 15 maart heeft alles in teken staan om deze enorme crisis met de hele pensioenfamilie te doorstaan. Maar daar ligt dus nu ook echt een snaar op tafel waar ik gedwongen ontslagen niet kan uitsluiten. En ook daar ben ik vorige week gewoon vanaf het allereerste moment transparant over geweest. Ja, en vanaf... Ik vind dat... Ja. Wat zei je? Nee, ik ga door. Ik vind dat mensen daar het recht op hebben. Zij steunen ons, ze blijven bij ons staan, dan moet ik ook naast hun staan in deze tijd. Ja, maar vanaf wanneer speelt dat? Dat als er, wanneer moet jij gedwongen ontslagen gaan invoeren? Is dat volgende maand? Of? Nou, dat hangt van zo'n factor af, vind ik moeilijk te zeggen. Dat hangt af van, zou die NOW-regeling niet nog verbeterd in de lucht komen? Dat is ook geen mens die dat weet. En laten we eerlijk zijn, de NOW-regeling nu. Ik vind het fantastisch dat de overheid zo snel voor elkaar gekregen heeft. En het geld staat op onze rekening. Dus je zal mij niet horen klagen. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Hij is niet voldoende. Hij is niet afdoende om er doorheen te komen. Dus als die tweede ronde NOW hetzelfde is of minder wordt, dan is dat toch wel een cruciaal onderdeel van de overweging. Onderdeel van de overweging is, als ik de Telegraaf mag geloven, dan wordt vakantie in eigen land de komende 3 maanden, juni, juli, augustus, wordt booming. Ja, als STR en al die andere onderdelen en facetten laten zien dat dat ook echt zo is en dat dat ook onze hotels raakt, dan wordt het scenario misschien wel wat beter. Ook hier hoop en verwachting. Mijn verwachting is dat we het in de zomer zullen moeten gaan uitvoeren. En ik hoop, en misschien tegen beter weten in, maar dat is dan die positiviteit die ik in me heb, die je ook al eerder kende. Ik hoop en ik werk nog steeds dag en nacht om het te voorkomen. Ja. Twee vragen nog die kan je wel stellen. Is één, zit er nog ruimte voor innovatie in je hoofd? Dat je omdenkt of andere invulling geeft aan? Ja, we hebben we hebben het Leger des Heils in Rotterdam. We zijn met het 1,5 meter congres. Ik begreep dat jij en Niek daar ook al contact over gehad hebben. Maar 7 april was ook zo'n persconferentie. Ook die ga ik niet meer vergeten. Waarin voor het eerst die 1,5 meter economie genoemd werd. Ja. Toen ben ik ook echt wel even verdrietig geweest. Maar de snelheid waarmee we toen dat 1,5 meter concept in de wereld hebben gezet. Met boarding pass, met veiligheidsinstructie. Juist. Ik heb wel eens innoveren doe je alleen als de niet heel hoog is. Nou, de niet is nu heel hoog. En dus bedenk je allerlei creatieve dingen. Mm-hmm. Maar eerlijk is eerlijk. Je raakte me toen je zei... ik heb je herkend als een heel bevlogen persoon. Die zit er nog in. Maar ik merk ook wel dat nu inmiddels... 6 weken onderhandelen met banken en aandeelhouders... gaan ze sporen ook wel nalaten. Ja, ik ken het. Ik heb ooit in het verleden bijna faillissement meegemaakt. En 1,5 jaar lang alleen maar met negatieve energie, noem ik het, bezig geweest. Hè? Banken, gedwongen ontslagen, liquiditeitsproblemen. Nou, noem maar alle shit waar jij nu middenin zit. Ja, nee, en even belangrijk. Hè? We hebben echt hele fijne aandeelhouders en goede banken. Dus voordat we dit een verkeerde vlucht gaat nemen, dat is niet het geval. Nee, dus de verstandhoudingen zijn goed en iedereen probeert ze, maar het is niet waar je mee bezig wil zijn. Het is de foute energie. Ja. Helemaal wat je zegt. Laatste vraag. Verandert de wereld permanent als we hier doorheen zijn? Want sommige mensen die praten nog wel eens zo van, jongens, het
altijd zo. Nou, dat vertik ik te geloven. We gaan echt een tijdje gewoon elkaar weer ontmoeten. En die anderhalve meter dikke dinges. Uiteindelijk. Ja. Weet ik niet, maar we gaan weer uiteindelijk elkaar gewoon weer aanraken. Maar denk je dat de wereld, dat er iets blijft hangen? Dat er dingen echt permanent veranderen? Laat ik beginnen met zeggen, en daar krijg ik dan ook wel weer die spark van in mijn ogen. Ik ben het 100% met je eens dat er straks gewoon weer ontmoet gaat worden. Hoe vaak ik niet iemand spreek dat hij zegt, goh, wat zou ik nou graag even knuffel willen geven, zeg. Ja. Wat zou ik nou even gewoon fysiek willen high-fiven. Ja. Dus dat gaat hoe dan ook weer terugkomen. Ik denk dat ik het meest gehoord in mijn omgeving, en ik zit in de leeftijdscategorie van gezinnen met jonge kinderen, is wat hebben we gewoon weer behoefte aan kinderen naar de opvang en gewoon weer naar een terras kunnen en elkaar kunnen zien. Dus daar geloof ik direct. Ja. Wat ik denk ik wel ga aanpassen, wat ik dus ook als ik op mezelf projecteer, ik was enorm principieel in dat ik vond dat ik op locatie moest werken. En als dat betekent dat ik 3 keer per dag in de auto moest zitten om tussen locaties door te rijden, dan nam ik dat voor lief. Ja, en eerlijk is eerlijk, als ik nou kijk hoe efficiënt een dag met Zoom eruit ziet, ja. Dan ga ik daar wel degelijk ingrediënten aan overhouden. Maar elkaar zien dat ik geloof echt niet dat dat gaat stoppen. Daar geloof ik niks van. Nee. Dat gaat weer terug naar het oude normaal. Laten wij elkaar contact houden en snel gaan praten over waanzinnige events en bijeenkomsten die we nog gaan organiseren in de toekomst. Dat gaan we doen, Ronnie. Leuk. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor dit gesprek, Erik-Jan. Dag. Hoi.